opinie. Kijkers, goedenavond. Het is maandagavond, 9 uur. Dus zoals u gewend bent, tijd voor een gloednieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Ryan de Gama, van harte welkom. Opinie. Morgen 26 juni is de Internationale Dag ter Bestrijding van Drugs. Deze dag is door de VN vastgesteld en wordt vanaf 1988 elk jaar herdacht. De Polykliniek Verslavingszorg, voorheen het Bureau voor Alcohol en Drugs, is opgezet voor de behandeling en begeleiding van personen die problemen ondervinden met het gebruik, misbruik van middelen. Ook voor voorlichting, training en educatie kan men daar terecht. In Suriname is de Nationale Antidrugsraad, de NAR afgekort, belast met de coördinatie van de drugsproblematiek. De visie van de NAR is om met z'n allen een drugsvrije samenleving te bouwen. De hele maand juni zal dus de NAR activiteiten ontplooien in verband met deze dag. Hoe staat het met drugs in Suriname en op welke manier wordt het bewustzijn in die gemeenschap vergroot? Daarom vanavond in deze aflevering van Opinie van drugsverslaving tot resocialisatie. Onze gast voor vanavond is Randhir Nanda, algemeen psychiater. Dr. Nanda is langer dan 10 jaar verbonden aan het Psychiatrisch Centrum Suriname. In het dagelijks leven is hij de verantwoordelijke psychiater voor de cluster verslavingszorg. Kijkers, Randhir Nanda. Welkom hier Nanda, dokter Nanda mag ik zeggen. Ja. Welkom en we zijn blij dat u dus uw tijd vrijmaakt voor ons. Dank om hier wel. Met ons te zitten in deze aflevering van Opinie. Jawel. U bent werkzaam bij het PCS, dokter Nanda. Hoe lang bent u aan het PCS verbonden? Ja, dat kan ik niet zo precies zeggen. Ja. Maar ruim 10 jaar en ik ben 5 jaar psychiater. Oh, oké. Ja. En misschien een hele gekke vraag, maar ik ga toch die vraag stellen voor onze kijkers. Moet je een speciale arts zijn om bij het PCS, aan het PCS verbonden te zijn? Of is het gewoon de normale huisdokter zoals we dat kennen? Ja, hoe gaat dat dan toe? Dus als ik je vraag goed begrijp, hoe word ik een psychiater? Nou? Hoe wordt iemand een psychiater? Psychiater, dat snap ik wel, dat is dus apart. Maar ik bedoel gewoon, u bent eerst gewoon als arts daar beginnen. We begonnen bij PCS, toch? Jawel. Maar is dat gewoon een normale arts zoals we dat kennen, no? Jawel, Oké. Je moet wel een bepaalde feeling voor de psychiatrie hebben. Je moet ook om kunnen gaan met de druk en de dynamiek en de heftigheid die je vaak of elke dag mee gaat moeten maken, Ik kan me voorstellen, want daar krijg je dan net iets andere mensen dan dus die met een griepje in je folie komen. Oké. We praten vandaag over alles omtrent drugs in verband met morgen dus de Internationale Dag voor Bestrijding, ter bestrijding van drugs. Maar hoe zorgwekkend is het drugsgebruik in ons land? Laten we daarmee beginnen, dokter Nanda. Ja, sowieso qua zorgwekkendheid, het is absoluut al hebben we 1 gebruiker alleen. Het is zorgwekkend omdat het gebruik van drugs kan resulteren in misbruik en uiteindelijk verslaving. Waarom we kunnen zeggen dat er sprake is van een zorgelijke situatie, is doordat we zien dat de jeugd steeds op een jongere leeftijd, dus eerder begint met het experimenteren. Dat wil zeggen, eerste keer proef. Ja? Ze beginnen heel jong, 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar. Er zullen ook zeker gevallen zijn van daaronder. En als de jeugd heel vroeg begint met het experimenteren, is de kans groot dat het gebruik, regelmatig gebruik, zal toenemen.
dus bij meerdere personen zal zijn. En als veel personen regelmatig gebruiken, is de kans groot dat we een groter deel gaan hebben die dan misbruikt. Dus het gebruik waarbij de persoon als het ware gebruikt om zichzelf beter te voelen, ja, om stress te vergeten, om meer energie te hebben, om beter te kunnen slapen, om minder angstig te zijn, om problemen als het ware te verlichten. Dus zo'n persoon heeft dan in drugs een hulp gevonden, als het ware. Alledaagse stress, ja, zoals, laat me even een simpele voorbeeld. Een gebroken gezin, een zoon van 10, 11 jaar, die mist zijn vader bijvoorbeeld. Ja, en doordat hij zijn vader mist, is de kans groot dat hij dus vaderliefde mist en daardoor verdrietige gevoelens heeft. Kan daarna gebeuren dat hij met verkeerde mensen gaat optrekken. Omdat hij ergens dat gevoel van acceptatie mee kunnen doen, graag wil hebben. Want wat ons blij maakt in ons leven, kijk, als u me hier goed ontvangt en me het gevoel geeft dat u me accepteert, doet me goed. Maar als u me hier zou kijken als iemand die een vijand is, zou ik me helemaal niet op mijn gemak voelen hier, snapt u? Dus acceptatie is heel belangrijk. Dus als deze jongeren door een groep worden aangetrokken waar ze zich geaccepteerd voelen, dan kunnen ze dan de verkeerde gedragspatronen van hun overnemen. En dan gaan ze merken dat spul een beetje anders laat voelen. Ja, een beetje plezier of een beetje verdoving geeft. En dan gaan ze daarin als het ware een vlucht zoeken. Hè. Daarin gaan ze hulp vinden van hun stress. Want ze begrijpen niet wat depressie is. Een kind weet niet wat een depressie is. Die weet echt niet wat er allemaal gebeurt. Ja, want zelfs volwassenen weten niet. Ja, totdat de dokter hen begint te uitleggen van, heeft u zulke verschijnselen? Dan zegt ze, ja dokter, het klopt. En dan zeggen we van, mevrouw, u heeft een depressie of een andere stoornis. Dan kun je je voorstellen dat men dan heel makkelijk kan gaan misbruiken en uiteindelijk verslaafd gaat raken. Ja. Soms denk je dat je dingen weet, maar toch denk ik dat ik misschien, als ik je zo hoor praten, dan bekruipt het mijn gevoel, maar dat ik volgens mij het woord drugs volgens mij toch niet zo goed snap. En ik denk misschien met mij velen. Want als we praten over drugs, want we horen drugs, maar wat is drugs nou eigenlijk precies? Of wat valt onder drugs? Of wat kunnen we categoriseren onder drugs? Ja, drugs in feite kunt u zeggen, drugs, normale paracetamol, et cetera, zijn allemaal medicijnen, valt onder drugs. Maar als we praten over, laat me zo zeggen, waar de gebruiker heel makkelijk in ernstige problemen kan komen, waarbij er geen medische indicatie is, ja, dan praten we over van drugs. En drugs zijn stoffen die in onze hersenen werken. Hun werking oefenen ze uit in de hersenen. En ze zorgen ervoor dat de hersenen anders beginnen te werken. Meer energie hebben, voelen. De omgeving anders ervaren. En als het ware ook zichzelf beter voelen. Het is een ruim begrip hoor. Dus u heeft stimulerende middelen, u heeft verdovende middelen, u heeft bewustzijnsveranderende middelen. Hallucinogene middelen die ons laten hallucineren. Dus kortom gezegd, zijn stoffen die het functioneren van de hersenen veranderen, waarbij de persoon het gebruikt niet op basis van een medische indicatie. Zoals als iemand pijn heeft, dan geven we paracetamol. Ja, dat is dan bedoeld door de dokter voorgeschreven met de bedoeling om een bepaalde ziektebeeld te helpen genezen bijvoorbeeld. Maar drugs wordt zelf door een persoon uitgekozen, laten we een beetje ruw zeggen. Mm-hmm. En die gaat het gebruiken omdat hij gehoord heeft dat het een bepaalde effect geeft en dat het lekker is, et cetera. En uiteindelijk gaat hij gebruiken zonder dat er een reden is om te gaan gebruiken. Ja. Maar kijk, er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen alcohol en drugs. Hè? Ja. Maar is alcohol iets anders en drugs? Ja. Dus is alcohol apart en drugs apart? Of dus valt alcohol onder drugs? Een heel bijzondere vraag, heel belangrijk voor de kijkers ook. Dus drugs onderverdelen we in de illegale en de legale drugs. De legale zijn tabak, nicotine en alcohol. Ja, de meest gebruikte. Dus alcohol is een drug? Is een drugsoort, ja. Omdat het zijn invloed, zijn werking in de hersenen heeft. Ja, het verandert het functioneren van de hersenen. Ja. Nou, de mensen die nou zitten te kijken en die misschien wel eens van een biertje houden, net als ik hier. Ik zit me af te vragen dat als ik één keer, of zeg maar drie keer in de week, pak maar bijvoorbeeld, zeg maar, gewoon een voorbeeld hoor.
als ik 3 keren in de week het vreselijk lekker vind om een biertje te drinken, ben ik op dat moment, want de meeste mensen zeggen, want bier is alcohol, ik bedoel dok, bier is, weet je, dus de meeste mensen zien bier niet als alcohol. Yeah. Maar is het, kunnen we zeggen dan dat bijvoorbeeld iemand die elke dag een biertje moet hebben, en bijna kun je zeggen verslaafd is aan een biertje, kun je dan zeggen dat de persoon verslaafd is aan een drugsoort? Ja, dus kijk, we moeten niet kijken alleen naar het gebruik van een middel en de hoeveelheid en frequentie, moeten kijken naar naar een ruimer plaatje, hè? Yeah. Het functioneren van een persoon. Laten we proberen even snel uit te leggen. Het gebruik van een middel verdelen ook in fasen, als het ware. Een persoon gaat ooit experimenteren, bedoeld om te proeven en onder druk van misschien vrienden, om geaccepteerd te worden. Ja, mee te doen. Ja, mee te doen. Yeah. En als men vindt van, hey, het is iets leuks, een biertje doet me goed, kan het heel veilig, recreatief, sociaal gebruikt worden. Dus daar is het de bedoeling om iets leuks te vieren met een biertje. Ja, natuurlijk niet overdrijven met liters bier, maar voor 2 borrels wordt, als het ware 1 tot 2 borrels wordt, alsnog niet schadelijk en niet gevaarlijk gezien. Dus als een persoon dat het gaat drinken, bij u verwacht ik dat voor een beetje fun, om iets leuks te, als het ware, niet te vieren, maar voor een leuk gevoel, omdat het gaat goed, alles gaat goed, er is een sfeer, wil een biertje drinken, dat zou geen probleem moeten vormen. Ja, ja. Ja, het wordt wel een probleem als de persoon, als u gevoelig bent, als uw hersenen gevoelig zijn, om in kleine stapjes, maar duurzame stapjes, dus stapjes die werkelijk niet makkelijk terug te draaien zijn, gaan de hersenen zich aanpassen en uiteindelijk wordt het een onmisbare spul. Omdat dat je het moet hebben. Ja, om zijn beter. En als het moment daar aanbreekt dat je dat, dat spul moet hebben, dan beginnen we in een beetje een gevarenzone te geraken. Ja, dus dat betekent dat de persoon zich beter gaat voelen onder normale omstandigheden, waarbij er geen behoefte zou moeten zijn. Dus de persoon gaat zich pas goed voelen, waar niemand in feite onder normale omstandigheden bier zou moeten drinken. Dus er is geen reden om te drinken en de persoon moet drinken. Dat betekent dat het een functie heeft gekregen. Mm. Ja, het moet geen functie krijgen van om stress of om negatieve gevoelens weg te werken. Ja, zolang het onder controle is, is het geen probleem. Maar het is ook niet iets wat van een op de andere dag gaat, hè. Cocaïne, heroïne gaat heel snel. Maar alcohol gaat heel langzaam. Dus vandaar dat het een sluipend beloop heeft. Ja, ja. En waardoor mensen toch heel lang gaan misbruiken en nog net niet verslaafd raken. Ja. Nog niet echt in problemen komen. Maar en als u pech heeft, dan gaat het snel fout. Ja. En als we de cijfers van, zeg maar, pak zo'n 10 jaar terug vergeleken met nu. Ja. Wat kunnen we zeggen van het drugsgebruik? Mm. Dus eerlijk gezegd moet ik u zeggen dat ik de cijfers niet goed heb meegenomen in mijn hoofd. Maar qua ervaring, werk of cliëntenervaring, wat ik allemaal zie, is dat dankzij anti-tabakwet het gebruik van tabak toch wel behoorlijk afgenomen is. Ja? Omdat de niet-rokers ook een beroep konden doen van, hé meneer, alstublieft, er is een wet, gaat u buiten roken. Snapt u? Dus er is een enorme, laat maar zo zeggen, druk ontstaan op horeca of alle plaatsen waar er veel gerookt werd. En ook is er een beetje awareness gekomen dat er niet zomaar zo'n wet is. Dus de jongeren zijn dan ook niet makkelijk geneigd om daar veel mee bezig te zijn. Ja, ja. Dus dat is afgenomen, dat is positief. Maar wat we wel zien is, waar ik me heel veel zorgen over maak, is dat cannabisgebruik, dus marijuana. In feite praten de jongeren niet over marijuana, ze praten over hash of jamin. Omdat deze 2 soorten meer THC, dat werkzame stof, hè. Dus marijuana heeft een THC, is dat stof in marijuana die dan in onze hersenen dat invloedt, dat laten we zo effect heeft. Dat effect, klopt. Dus wat we zien is dat de jongeren steeds meer kiezen voor hash of jamin, omdat er veel THC in zit. En dat is, zeg ik, te vergelijken met een harddrug, net als cocaïne. Het gaat heel snel, dat de persoon begint te misbruiken en dat spul in feite onmisbaar begint te zien in het leven. Mm. Dus we zien wel dat de jongeren
veel meer cannabis roken. Met cijfers kan ik dat niet onderbouwen, maar ik ben er zeker van dat het toegenomen is. Ja. Omdat er ook anders wordt gekeken naar cannabis, marijuana. Men begint te zeggen dat het geen schadelijke drugsoort is. Men wil gaan legaliseren. En als we iets gaan legaliseren, dan gaan we als het ware een ander etiket plakken op zo'n stof. Dat betekent dat we het als minder gevaarlijk gaan zien. Dus als we iets doen, als we een stap nemen waarbij we een gevaarlijke spul als minder gevaarlijk gaan etiketteren, dat betekent dat perceptie bij de jongeren, bij de bevolking, dat dat spul gevaarlijk is, minder wordt. Want men gaat, als we praten over cocaïne, dan is er een andere sfeer. Ja. Maar als we praten over cannabis, dan is er een andere sfeer. Maar ja, relax, het is niet zo erg. Men kan makkelijk zeggen, ik rook cannabis. Maar terwijl marijuana. Het even erg is dan gewoon de normale cocaïne. Ja, het is niet even erg, maar het is behoorlijk erg, laat me zo zeggen. Dus als we praten over wie rookt cannabis, gaat iedereen zeggen, ja, ik heb een keertje gerookt. Maar over cocaïne gaat men er toch wel een bepaalde rustig sfeer zijn. Nog, en men gaat niet zeggen, omdat men weet hoe gevaarlijk het is. Ja, maar bij cannabis, men ziet cannabis niet als zo gevaarlijk, maar het is een gevaarlijke stof, omdat men is gaan werken aan, laat me zo, sterkte van ervan. Dus het is we hebben nu sterke marijuana op de markt. Maar je zegt dat het gebruik van cannabis bijvoorbeeld is toegenomen. Ja. Hè? Komt het misschien, of laat me die vraag anders stellen. Mm-hmm. Is het tegenwoordig makkelijker om aan drugs te komen? Ja, dan, sowieso. Ik zeg maar, ik pak weer 10 jaren terug. Sowieso denk ik dat het makkelijker is geworden om eraan te komen. Bevolkingsdichtheid, groepen die dan, laat me zo zeggen, de dealers, die zijn dichter bij de gebruikers. En dat is voor hun een way of living. Dus er is ook een soort handel in, men leeft ook van de winst ervan. Dus, en er is een grote vraag, omdat, laat me zo zeggen, de perceptie van dat het schadelijk is, minder is geworden. Men ziet het niet meer zo als een schadelijk middel. Dus men is makkelijk geneigd om te experimenteren. Dus er is een grotere vraag. Want ik wilde even inhaken om te zeggen van, de zogenaamde drugsdealers, zoals we de mensen noemen, dat dus de dealers er toch altijd zijn geweest en dat dus de mensen, als je nou 20 of 30 jaar teruggaat, dat de mensen toch, dat je toch altijd toch aan drugs kan komen. Dus wat maakt het verschil van toen en nu uit dan? Ja, dus men is ook, er is een enorme beweging gekomen in de middelen die op de markt zijn. Hè? Dus er zijn zoveel, vandaag hebben we gelezen in de krant dat vloeibare sucro. Ja, dat is niet nieuw, het bestaat al lang. Maar men probeert steeds in te spelen met een spul. Een nieuw ding. Ja, waarbij er, laat me zo zeggen, waarbij ze meer kunnen scoren. Dus, maar is dit een, Saranang probleem of is dit een, is het een internationaal probleem? Sowieso is het een internationaal probleem, maar het probleem zal zeker wat zwaarder zijn, groter zijn in de ontwikkelende of ontwikkelingslanden. Laten we Suriname niet een ontwikkelingsland noemen, omdat we veel hebben in het land. We hebben een behoorlijke ontwikkeling op meerdere gebieden, maar dan nog hebben we heel veel armoede in het land. Dus, en er zijn zoveel factoren waardoor het gebruik kan toenemen, hoor. Want rekening houden met de tijd moet ik niet te veel praten, denk ik. Oké, als we dan... als zo iemand... Nee, laat me het zo stellen. U bent verbonden aan het PCS. Hoe komen de mensen daar binnen bij het PCS? Zijn het mensen die gewoon uit zichzelf komen? Of worden ze gestuurd of geholpen door de omgeving? Hoe gaat dat dan toe? Ja. Bij u daar. Ja, dus als we kijken naar de normale of de cliënten die een andersoortige stress of een andersoortige psychische probleem ervaren, die worden dan door de huisarts verwezen. En die zijn dan in verschillende ziektebeelden. Zijn, als we kijken naar verslavingsproblematiek, middelenmisbruik, dan zien we dat het meestal zo is dat de ouders of het steunsysteem, de mensen die nauw betrokken zijn om hulp vragen, omdat ze zien dat het niet goed gaat met hun kind, met hun man, met hun dochter, met hun broer. Dus dan gaan hun hulp vragen. En
En toch wel een redelijke, ja, ben, laat me zo significant deel, zien we toch wel dat ze spontaan komen om hulp te vragen. Maar die is steeds aan het toenemen, maar het was heel erg laag in het verleden. Ja. We zien dat mensen nu wel spontaner komen om hulp te zoeken. Oh ja. Maar meestal is het, is het steunsysteem of werkgever of school. Ja. En hoe loopt het in de meeste gevallen af met zo'n cliënt? Dus dat is ook een heel bijzondere vraag. Hoe het afloopt heeft heel veel te maken met de intrinsieke motivatie bij de persoon om te willen veranderen. Dus vaak zitten ze, je moet het zo zien, stelt u voor een hangmat, u zit lekker erin en uw broer zegt van, broer, brada, je hebt een probleem hier. Hij zegt, jongen, laat me met rust, je zit ook meer relaxed. Ja? En dan zit u... Zit iemand anders in de hangmat en die zegt van, je realiseert van, wacht even, misschien is er toch iets met me aan de hand, want ik zie dat ik problemen krijg. Ik heb financiële problemen, ik word agressief. Mm-hmm. Ja, maar ja, die heeft nog geen hulpvraag. Die zegt van, het kan komen dat het van drugs komt. Dan heb je daarna in die wiel van motivatie om hulp te zoeken, dan komt die andere fase waarbij de persoon wel doorheeft van, ik heb een probleem. Die overweegt het niet, die is niet aan het denken erover, nadenken van, komt het wel van drugs? Die bevestigt het, je hebt een probleem. Dus daar gaat het wat makkelijker. En de groep die zegt, ik ben al gestart, ik ben al een week gestopt, maar ik kan niet omdat mijn onthoudingsverschijnselen, ik voel me niet zo goed, die gaat ook redelijk goed qua het traject naar herstel toe. Maar de groep die meestal gebracht wordt door de familie, die zit lekker in zijn hangmat en zegt van, niks nog voor, er is niks mis met mij. Dus zeggen jullie maar, doen jullie maar wat jullie willen. Dus bij hun gaat het wat moeilijker. Dus, ja. Oké. Okay. Maar we geven niet op. We doen aan motiverende gespreksvoering. We geven goede psycho-educatie. We hebben groepsessies. Dus we blijven investeren in hun om te beseffen dat er een probleem is. En als ik het term resocialisatie in de mond neem, wat zou u ons kunnen zeggen van het resocialisatieproces in Suriname? Ja. Hoe ziet u dat? Ja. Dus resocialisatie is in feite een echt een ruim begrip. Hè? Je moet het zo zien als een persoon teloor gegaan is, ernstig in problemen is geraakt, vanwege drugsgebruik, alcohol of drugsgebruik, dan moeten we die persoon eerst als het ware weer rehabiliteren. Nadat die persoon gedetoxed is en voldoende psycho-educatie heeft gehad, heeft geleerd hoe om te gaan met bepaalde emoties en agressie, dan gaan we die persoon als het ware rehabiliteren, maximaal goed maken. Want heel veel gaat verloren door al die jaren die drugs gebruikt is of alcohol gebruikt is, gaat een deel van het functioneren, goed functioneren, ook achteruit. Dus dan brengen we die persoon naar een maximale niveau van goed functioneren en daarna gaan we kijken waar die weer terug in kan invoegen. Ja, ja, ja. Dus maar niet dat we in Suriname, laat me zo zeggen, goed geprotocoleerde, laat me zo zeggen, wegen hebben. We hebben protocollen, we doen wel, maar het is niet zo makkelijk. Want het is niet zo makkelijk om een persoon die al een stigma heeft, die al als een verslaafde wordt gezien, een junk wordt gezien, weer in de maatschappij te zetten. Omdat die overal gezien wordt, of door heel veel mensen, nog steeds lastig als een junk. Heel lastig, dus die wordt ook dan nog steeds afgewezen. Of er is een enorme, laat me zo zeggen, druk op de persoon, omdat we noemen dat wat de omgeving doet met hun ten aanzien van, laat me zo zeggen, hun betrokkenheid in een systeem. Dus als iets fout gaat, kijken ze direct, laat me noemen zwarte schaap. Dus de persoon wordt makkelijk verweten. Als de persoon even een foutje maakt, je bent weer zeker weer gaan roken. Hoor. Je bent weer gebruikt. Dus de persoon heeft het moeilijk. Ja, omdat de omgeving anders begint te kijken. Omdat de omgeving behoorlijk getraumatiseerd is. We kunnen de omgeving natuurlijk ook niet zeggen. Kwalijk nemen. Ja, ze zijn behoorlijk getraumatiseerd. Ja, ja. Van wat allemaal gebeurd is de afgelopen jaren. En in een resocialisatieproces kan ik me voorstellen dat de omgeving wel mee moet werken toch met de persoon in kwestie die op dat moment aan het resocialiseren is, toch? We doen dat, sorry. We nemen het steunsysteem mee. We betrekken werkgever, school. Ja, laat me zo zeggen. En ieder die betrokken is, primair betrokken is, bij een bepaalde persoon zijn functioneren, die nemen we mee. Ja, ja.
in het traject van begeleiding. Vindt u, als de psychiater verbonden aan het PCS, dat die samenleving voldoende bewust wordt gemaakt van drugsgebruik? Ja. Is ook een bijzonder belangrijk punt om bij stil te staan. Ik ben er zeker van dat er voldoende wordt gesproken. Kan altijd meer. Kan altijd meer, omdat ook op de scholen krijgen de jongeren ook wat les. Er wordt zeker veel gesproken en informatie is er voldoende. Maar weet u wat het moeilijk maakt? Omdat de maatschappij niet consistent is daarin. Hè? Je moet met alle respect, ik wil geen antipropaganda maken, maar als we kijken naar de exotische of die bijzondere reclames die gemaakt worden. Ja, op de televisie. Ja, gewezen worden, sorry. Laat maar beter zeggen. Gewezen. Dus dan moet u. Dan is het zo dat de kinderen moeten horen van hun ouders: je mag nooit aan een bier komen, het is gevaarlijk. Maar kijk naar bepaalde reclames die heel vroeg worden gewezen, hoe bijzonder mooi alles wordt in elkaar wordt gezet. Dan krijgt het een enorme belonende, dus het wordt als een enorme beloning geprojecteerd. Ja. Dan moeten wij de jongeren niet kwalijk nemen als ze in de war raken van wat is goed en wat is niet goed. Dus dan gaat men toch wel eerder proberen om te gaan experimenteren. Dus er wordt, kan altijd meer, laten we zeggen weinig, om veilig te zijn. We kunnen meer informatie geven en meer educatie geven aan de bevolking. Maar waar wij geen medewerking hebben, is aan die heel mooie, aantrekkelijke reclames die hele dag wijzen. Dus de media moet ook meehelpen, zegt media u dus eigenlijk. Media moet ook meehelpen. Want anders praat je aan de ene kant om die bevolking bewust te maken, maar aan de andere kant draai je dan een hele geweldige reclame over een of ander alcoholtype, bij wijze van spreken. Ja, en dan heb je een paar geweldige voetballers of andere acteurs die erbij is en dan wordt het nog moeilijker voor een persoon om te gaan een onderscheid te gaan maken. Dus daar hebben we wat opvalt is dat die billboards wat minder worden, sigaret wordt, mag niet, het gebruik van tabak mag niet in reclames worden omgezet. Dus dat is vanwege wet, dus ik hoop dat meer wordt gewerkt aan de wetgeving, zodat de bevolking ook wordt beschermd. Afgelopen zaterdag heeft het PCS in verband met de Wereld Antidrugsdag een open dag georganiseerd. Kijk die even met ons mee naar wat beelden dat we voor u hebben verzameld. Je hebt een aantal drugsoorten, maar de meeste drugsoorten die nu veel gebruikt worden in Suriname, althans veel in trek zijn, vooral onder de jongeren. Dan praten we meer over de partydrugs, de ecstasy-tabletten, marijuana, de Jamaicaanse marijuana, jammy. Je hebt ook tegenwoordig de hash, oftewel assisi, en tegenwoordig ook de sucro. En soms heb je ook een combinatie van die verschillende drugsoorten. Dus kortom, marijuana, hash, ecstasy en die sucro, cocaïne erbij. Er zijn verschillende symptomen, verschijnselen waarvan het vermoeden kan bestaan dat iemand drugs gebruikt. Bijvoorbeeld het vertonen van een agressief gedrag. Persoon slaapt veel, persoon eet veel, persoon vraagt constant naar geld of de persoon heeft rode ogen. Ik zeg het wel voorzichtig, rode ogen, want sommige mensen hebben rode ogen van natuur. Dat hoeft niet zo te zijn, maar dat kan een indicatie zijn als je ziet dat die persoon rode ogen heeft. In ons vakjargon zouden we zeggen bloeddoorlopende ogen. Maar rode ogen, slaap veel, vertonen agressief gedrag en je kent ook die verschijnselen. Heb je een gulden voor me, heb je een dollar voor me, noem maar op. Dus dat kan ook een indicatie zijn dat die persoon drugs gebruikt of verslaafd is aan drugs. Ten eerste zou je de politie kunnen verwittigen voor gesprek met betrokkenen, zo'n persoon. Je kan ook gelijk deskundige hulp inroepen, want de politie is meer, we zijn wel een duizendpoot. Maar deskundige hulp, dan moeten we verwijzen naar de psychiater, bureau alcohol en drugs, onze netwerken. Maar als u dat opmerkt of als het vermoeden sterk bestaat, kan het ook zo zijn dat de politie een onderhoud kan hebben met betrokkenen. En vanuit dat gesprek kunnen we kijken wat is naar buiten voor, wat is naar buiten gekomen. En dan moeten we dan het vervolgtraject op touw zetten. Natuurlijk zijn wij niet deskundig op dat gebied, bijvoorbeeld bij het begeleiden van drugsverslaafden, noem maar op. Maar wij hebben die netwerken. Dan kunnen wij onze netwerken ook inschakelen en dan kan het vervolgtraject op gang worden gebracht. Hiertegen beschermen. Sowieso zeg ik de mensen, begin niet
met het roken. Want meestal begint het heel eenvoudig. Eenvoudig rookgedrag kan maken dat bijvoorbeeld mensen door nieuwsgierigheid gedreven andere zaken gaan doen. In het begin, vroeger had je dat men sigarettenpeukjes, stokjes, krijt. Maar nu gaat men zich verdiepen. Men is zo nieuwsgierig dat men wil gaan experimenteren. En meestal onder de jongeren zijn ze dan echt door nieuwsgierigheid gedreven. Willen ze dan verder gaan. Marijuana, combinatie daarvan, noem maar op. Dus dat zijn allemaal zaken die wij de mensen moeten voorhouden. Ga niet nieuwsgierig doen, ga niet gierig doen. En probeer niet te experimenteren. Want daar gebeurt er van eenvoudig rookgedrag kan maken dat je een drugsverslaafde wordt. Of je belandt in de gevangenis. Maar last but not least is dat je ook dood kan gaan. Kijk om je heen. Overal zie je een drugsverslaafde. Kijk om je heen. Overal zie je een crimineel. Kijk om je heen. Overal ga je iemand zien die negatief in aanraking is gekomen met de politie. Of iemand die drugs heeft gebruikt. En kijk nu naar zijn leven. Overal kan je bijvoorbeeld iemand zien die bijvoorbeeld een drugscrimineel was. En kijk vandaag aan de dag. Er kunnen maar 3 dingen gebeuren. En de mensen worden soms boos. Maar dat is een deel van de realiteit. Er kunnen 3 dingen gebeuren. Ook bij drugsgebruik, als u niet verslaafd raakt, gaat u dood. En als u nu dood gaat, gaat u in de gevangenis, gelooft u me. En hoe gaat u dood? Het kan zo zijn dat de drugscriminelen u zelf vermoorden, maar ook bij drugsgebruik. Of dat ongelukkigerwijs u negatief in aanraking komt met de politie en met alle gevolgen van die. Want wij weten dat drugs gepaard gaat met veel geld, maar ook met zware wapens. Het is geen dus ik speel en waarmee we moeten zeggen, we moeten komisch of lichtelijk daarover nadenken. Het is serious business, het is die hard. Het kent geen vrienden. En zo is het in de drugswereld. Geen vrienden. Als men zelf in staat is baby's of jongeren te gebruiken om drugs uit te voeren. Zie daar het gevaar. Mens schroom niet. Het kent geen vrienden, het kent geen broer, het kent geen zus. En zo is het ook bij het gebruik van drugs. Het kent geen vrienden. Wanneer u eenmaal proeft, gaat u blijven proeven. En voordat u denkt, gaat u dieper erin. Reinforcement heeft het zo mooi gezongen. Nooit nog beginnen aan koken, nooit nog beginnen aan dopen. Begrijp, dus zijn allemaal zaken waar wij kunnen refereren. Kijk, ik zeg de mensen altijd, kijk om je heen. Dat is een deel van de realiteit. Kijk in de stad van Paramaribo. Kijk om je, je gaat altijd iemand herkennen of iemand waarvan je weet, deze persoon komt uit goede huizen. Maar misschien door nieuwsgierigheid gedreven, stoordoenerij is hij drugs aan gebruiken met alle gevolgen van dien. Ja, dokter Nanda, om terug te komen. Preventie. Zou er meer in Suriname gedaan kunnen worden? Als het gaat om preventie? Sowieso, ja. We zijn als PCS, als clusterverslavingszorg, zijn we hard mee bezig om het uit te breiden. We gaan meer, laat me zo zeggen, activiteiten ontplooien om dichter bij de bevolking te komen. Want je moet Suriname niet zien als Paramaribo alleen. We hebben ook Mungo, Albina, Kamuwene. We zijn recentelijk nog geweest naar komen weinig, maar er is, laten we zeggen, er is weinig aan preventie gericht, omdat de bevolking niet, ja, het is behoorlijk gecentreerd in Paramaribo, maar we hebben ook andere gebieden waar wij naartoe moeten gaan. Ja. En als we kijken naar de rest van de regio, waar zouden we Suriname moeten plaatsen in vergelijking met de regio qua op het gebied van drugsgebruik? Ja. Dat is een moeilijke vraag. Het maakt het moeilijk omdat, net wat ik zeg, perceptie van hoe gevaarlijk een drugsoort is, speelt een rol. Ja, welk middel het meest wordt gebruikt. In bepaalde Caribische landen wordt marijuana meer gerookt dan alcohol gedronken, bij wijze van spreken. Mm. Dan moet je voorstellen dat gemiddeld er een percentage van 60% is van de bevolking die ooit alcohol drinkt of een beetje vaak drinkt. En daaruit, de helft daarvan die dan regelmatig alcohol gebruikt, hè, 30%. Ja. En een deel daaruit die komt in problemen. Dus dan moet je voorstellen, het is moeilijk te zeggen in welk land het erger is. Het heeft veel te maken met sociaal-maatschappelijke factoren. Het heeft veel te maken met educatie van de bevolking, level van de bevolking. Het heeft veel te maken met welke mogelijkheden er zijn in een land om zich te kunnen ontwikkelen, et cetera. En
natuurlijk ook de beschikbaarheid, hè, van een bepaald middel. Als in een land een bepaald middel meer makkelijk te verkrijgen is, gaat dat meer worden gebruikt. En als land, hebben we samenwerkingen nu op dit moment met buitenlandse of internationale organisaties? Jawel, om dus dit aan te gaan? Jawel, sowieso de Zuid-Amerikaanse, Caribische landen, de PAHO, OAS. Ja, er wordt heel intensief gewerkt aan training, educatie. Ja. Nu volg ik ook een soort online training, ja, over hoe om te gaan met alcohol en drugsproblematiek. Dus er zijn heel veel mogelijkheden, er wordt heel veel samengewerkt. Samenwerken. Ja, het is behoorlijk gaan intensiveren. Ja, dus ja. Ik kan me voorstellen, want ik neem aan dat het niet alleen een probleem voor Suriname zal zijn, hè, maar ook over de hele aardbol, denk ik. Hè. Jawel. We hebben ook een interview met de heer Uiterloo gehad, voorzitter van de Nationale Antidrugsraad, omtrent dit specifiek onderwerp waarover we het vanavond hebben. Kijkt u even met ons mee naar het interview. De Nationale Antidrugsraad is door de regering van Suriname ingesteld, zo'n 20 jaar geleden, met het doel om zeg maar, de nationale inspanning om dus het gevecht tegen drugs te coördineren. En wat ik er nog bij kan vertellen is dat we hebben dus een nationale behoefte aan zo'n coördinerend lichaam. En ik denk dat het buitenland ook heel blij is met de Nationale Antidrugsraad, omdat ze dus dan een aanspreekpunt hebben waar ze dus waar ze contact mee kunnen onderhouden. Het NAR, het belangrijkste document is het Nationaal Drugs Masterplan. En dat is meestal een plan dat voor 5 jaar wordt vastgesteld door de regering. En eigenlijk is het belangrijkste doel van de Nationale Antidrugsraad het streven naar een drugvrije samenleving. Een samenleving waar zeg maar, het gebruik van drugs tot op een zo laag mogelijk niveau ligt. Het thema van dit jaar, uitgeroepen door de VN, is listen first. Dus is oproep naar zeg maar, opvoeders, leerkrachten, eigenlijk iedereen die met jongeren te maken heeft, om vooral te luisteren naar kinderen. Weet je? Als we niet luisteren naar wat jongeren willen, wat de wensen zijn, gaan we ze kwijtraken. Dat is de internationale boodschap. Mijn boodschap is, de laatste tijd worden we zeg maar overweldigd met berichten over soekeroe. En ik kreeg laatst weer een krantenartikel over vloeibare soekeroe. En ik geloof me, ik denk dat soekeroe is een bedreiging die dus echt krachtig moet worden bestreden door de overheid, door de politie, justitie. Maar het allerbelangrijkste is, er zullen vaker van dit soort bedreigingen op ons afkomen. En het belangrijkste is dat wij onze jongeren moeten wapenen om hiermee om te gaan. Als je nu naast mij een kilo cocaïne zou zetten en een liter soekeroe of een 100 tabletten soekeroe, weet ik veel wat doet, in welke vorm het komt. Ik ga er niet aan, omdat ik geleerd heb om af te blijven van dit soort gevaarlijke dingen. En daar gaat het om. Toch, dus we moeten niet in paniek raken, we moeten niet bang zijn, maar we moeten gewoon zorgen dat we onze jongeren bewust maken van wat soekeroe is, wat de gevolgen kunnen zijn. We moeten ook zeggen hoe gevaarlijk het is, weet je, zonder angst op te wekken hoor. En maar ze gewoon voorhouden van blijf er vanaf door zakelijke, nuchtere, objectieve informatie te geven. En ik weet zeker dat onze verstandige jeugd er vanaf blijft. Zo, dokter Nanda, onze tijd zit erop voor deze aflevering, maar natuurlijk is het gebruikelijk van ons dat we van u vragen als u misschien iets wil meegeven aan de samenleving van ons. Nee, sowieso, kijk, als behandelaar focus ik heel veel op de consequenties van het gebruik van alcohol en drugs. Ja, omdat wat ik zie is het ergste wat het kan doen. Dus vandaar dat ik de bevolking erop wil wijzen, attenderen, van houd u rekening ermee. Het gebruik van alcohol en drugs heeft heel ernstige sociaal-maatschappelijke, persoonlijke en gezondheidsconsequenties die ik zie als een soort maligniteit die generaties doorwerkt. Hè. Als ik verslaafd ben aan een bepaald middel,
is de kans groot dat mijn kinderen dat ook kunnen ontwikkelen. Omdat het, omdat het ontwikkelen van een verslaving grotendeels genetisch bepaald is. Dus het risico dat ik loop om problematisch te gebruiken en verslaafd te raken, heeft ook veel te maken met mijn erfelijke belasting en gevoeligheid. Dus absoluut dat ik niet verbied om een biertje te drinken. Maar het is, men moet bewust zijn ervan dat het gebruik, oneigenlijk gebruik, absoluut vermeden moet worden. En dat we, mijn belangrijkste punt als het ware is, laten wij als ouders consistent omgaan met onze kinderen. Als wij als ouders, als een ouder A zeggen tegen ons kind en zelf B doen, dan creëren we onrust, onzekerheid bij onze kinderen. Als ik met een sigaret in mijn hangmat zit of in mijn stoel te roken op mijn balkon en dat normaal vind en dat mijn kind tegelijkertijd wordt gewezen erop, of als ik mijn kind met een sigaret zie rondlopen, dat ik dat kind ga schreeuwen en misschien straffen, dan ben ik niet op een consistente wijze bezig. Want ik wijs iets wat ik wel mag. En dan zorg ik ervoor dat ik mijn kind wil wijsmaken dat hij of zij dat niet mag. Dus dan zorg ik voor heel veel inconsistentie. Zorg er alstublieft voor meer tijd, meer verbondenheid, meer binding met uw kinderen. Maak u veel meer tijd vrij voor uw kinderen om samen leuke dingen te doen. En desondanks de moeilijke economische situatie, met heel veel armoede en heel veel financiële stress, zou ik zeggen, maak ook heel veel, zoveel als mogelijk ruimte om met uw kinderen en met het gezin leuke dingen te doen. Zodat het systeem, zodat de kinderen zich eerder aangetrokken voelen. Door het systeem en niet daarbuiten hun plezier gaan zoeken. Ja. Nou, dokter Nanda heeft dat allemaal al gezegd. Rest mij alleen maar nog te zeggen dat indien u deze aflevering hebt gemist van Opinie, dat u dus naar de woensdag kunt kijken. Dat is om 9 uur en de vrijdag om 9 uur. En als u die twee ook hebt gemist, dan gaat u rustig naar de YouTube-channel van het Nationaal Informatie Instituut. En daar kunt u dan rustig door deze aflevering van Opinie. Dat was het weer geweest. Ik wens u een hele fijne kijkavond. Ik ben Ryan de Gama. Goedenavond. Opinie.